We proberen Nederlandse componisten steeds meer bekendheid te geven. Verder zie je veel meer aandacht in de pers voor deze componisten. Gewoon dat je een beeld krijgt van wie deze mensen zijn. En dat is iets wat we willen bouwen over een aantal jaren. Dat mensen die bijvoorbeeld 10 schrijvers kunnen noemen, nu ook dadelijk 10 Nederlandse componisten kunnen noemen. En dus werk van ze hebben gehoord. Dat iedereen werken kan inzenden. Dus de componisten, de uitvoerders, maar ook luisteraars, concertorganisatoren. Iedereen die denkt, dit is een werk dat zou geselecteerd kunnen worden. Onze opdracht was om er 10 uit te kiezen die van hoog niveau zijn. Met betrekking tot de winnaar. Grote virtuositeit. Expressief. Rijke klank. Het stuk van de winnaar ging 6 december 2008 in première. Dames en heren, de winnaar van de Puma Toonzettersprijs 2008, Robin de Raaf. Het is een heel persoonlijk stuk. Dat is ook de reden waarom ik zo blij ben met de bevestiging van deze internationale jury. Dit stuk is heel persoonlijk omdat het een requiem is. En zodra je natuurlijk in zo'n gebied terechtkomt, is het ook heel moeilijk om daar misschien een waardeoordeel aan te geven. Maar is toch gedaan. En dat loont dan zoveel. Dat er dan zo'n erkenning is voor zo'n stuk. Kunt u in ieder geval even beschrijven wat u aan het winnende stuk, wat daar de doorslag in gaf, waarom het tot winnend stuk is geworden? Ook weer de zeggingskracht. Maar hoorden we dat in? Dat horen we in de. Ja, dat horen we in alles. In de keuze van het muzikale materiaal, de noten, de toon, het ritme, de kleuren, de virtuositeit. Een vioolconcert, wat eigenlijk een heel klassiek onderwerp is. En dan groot orkest, vioolsolo. Waarbij de verdeling van de rollen van de vioolsolo naar de orkest en de verschillende instrumenten in het orkest door Robin de Raaf heel knap zijn uitgewerkt. Heeft diepe indruk op ons gemaakt, dat stuk. It's a very skilled composer. He has a lot of experience and he sort of managed to keep his music very interesting to the end. I think that is a very important fact, and of course just the craftsmanship of working with all the instruments, and it's very well done. Een klein percentage van de muziek die vandaag de dag wordt gecomponeerd zal blijven worden. En of deze werken erbij zijn, ze maken wel grote kans om erbij te zijn.